Een hele goede morgen, leuk dat jullie kijken. Ik ben Stef Egberts en ik ben even bij de pomp in de sneeuw. En het is kwart over negen. Zat ik nog een keertje erbij met een bulletje. En wat hebben we nog meer, Bobby? Ja, joh, hete kippaninis. Oh, wat fijn. Dus we zijn onderweg naar Arnhem en we moeten een badkamertje renoveren. Kijk eens. Sneeuw. Dus ik zeg, we zien jullie zo. Wij gaan even lekker eten. En ja, we zijn in de badkamer. Twee mannen zijn er bezig geweest. Helemaal een heel wat gesloopt. Dit nummer heeft de tand. Dus wij gaan er even verder slopen qua water en chef. En dan ben je met Bob aan het werk. Waar kom je terecht? Lekker, hè? Lekker, hè? In alle vieze snacktent. Maar wel goed eten. En ondertussen is het eind van de dag. Timmerman heeft alle muurtjes erin zitten. Heeft een muurtje weggeslopen en een paar balletjes neergezet. En we hebben de cv wel leeg laten lopen. Hier moeten nog nieuwe cv-leidingen bij in en weer aangekoppeld worden op het oude stuk daar achter de muur. Krantjes voor de wasbak, afvoertje. Morgen nog even op de goede plek maken. Loopt hier allemaal doorheen. Afvoer voor de wc. Krantje voor de wc. Draintjes zijn we inmiddels mee bezig. Gaan we morgen weer verder, want dan gaan ze het richtwerk in die deur maken. En dan kan er ook zo'n dingetje in voor de douchemengzaag. En er een verlichtingsmintje. Hoort er ook bij. Dus wij gaan even opruimen. Ik heb de kop kapot. Ik kreeg in één keer, wat kreeg ik in de kop ook weer? Oh ja, ik wil kijken of de afvoer goed was. Dus ik heb mijn hoofd zelf baat. Weet ik zo. Doet wel zeer. Maar ik ga even opruimen en dan gaan we ook lekker die kant op. Het is alweer laat. Kiki, wat is er buiten? Vertel eens. Ben je blij? Waarom ben je blij? Zeg dan. Sneeuw. Omdat het sneeuwt? Ja. Ja. Oh, Kiki wil zo graag sneeuw. En vanmorgen stuurden allemaal mensen al. Stef die zit in Arnhem, die stuurde al dat daar sneeuw lag. De vriendin van mij uit Eindhoven, ook sneeuw. Ja. Nu komt het hier ook eindelijk. En nu moeten we nog even blijven liggen, hè? Hopen dat er genoeg valt. Wat ga je dan bouwen van de sneeuw? Een? Sneeuwpop. Een sneeuwpop wil je graag bouwen, schat. Ah, oh, kijk eens. Oh, geef niet. Kiki, waar ben je? Ben je verstopt? Ik hoor je wel, maar ik zie je niet. Ja, ik ben nog een keer maar verstopt. Kiki Mia, waar ben je nou? Kiki wou per se deze rok aan, hè, Kiki Mia? Want hij draait zo mooi. Ja. Nou, 1, 2. Woe! Nog een keer. Oeh, wat kan je ver al. Nou, nog een rondje. 1, 2. Woe! Goed zo! Dit vindt Kiki helemaal geweldig. 1, 2. Hoppa, goed zo. Nou, nu gaan we naar buiten, hè, door de kou. Oeh. Oeh, hij ging bijna omvallen. Ja, dan moet die kou eens opruimen. Ja. Daar heb ik niet zin in. Nee, heb je geen zin in. Nou, dan moet hij ook niet omvallen. Wij gaan nu de hondjes uitlaten, hè? Ja. Yay. Nou, wij zijn de honden aan het uitlaten. En het? Sneeuwt. Kiki vindt het helemaal geweldig. Hij wordt zo nat. Blijft hij eigenlijk niet echt liggen, dus het is niet heel wat hier. Hey! Hey, Chico! Nou ja, Kiki heeft het in ieder geval leuk met de sneeuw. En wij maken even ons rondje af. Slak, slok, slok. Dat zou lekker smaken. Dat zou lekker smaken. Drink maar op. Drink maar op. Het drinkt smaak allemaal. We gaan even lekker eten, hè? Ja.
Oké, okay. Eet smakelijk, Kimia. Eet, oh oh. Eet smakelijk. Oeps. Oh, doe maar op kruisje drukken. Op welk kruisje? Op dit? Die, ja. Wat zeg je dan? Eet smakelijk allemaal. Eet smakelijk. Goed zo. Nou, wij zijn even lekker aan het bouwen. Huisje bouwen. En wie komt er zo meteen, Kikimia? Nom nom. Oh, dat is gezellig. Ja, mijn moeder die komt zo eventjes. Dus wij zijn ondertussen nog eerst een huisje aan het bouwen. Dan komt Nom Nom zo meteen, hè? Ja. Ja, gezellig. Nou, zullen we straks nog even kijken hoe het huisje eruit ziet als je af is? Ja. Oké. Okay. Kijk, wat hoor je? Wat hoor je daar? Wie is dat? Kutapoes. Is de kutapoes aan het snurken? Als een mama's kijken. Moet je heel zacht doen. Klaar. Auw, Kikimia. Kijk, er zit hier zelfs een raampie. En hier zit ook een raam of een deur. Kijk, Kikimia. Hij gaat er naar kijken. Oh, Minnie Mouse. Minnie Mouse. Dit is Minnie. Nee, dat is Mickey. Ja. En die met het rokje is Minnie Mouse, hè? Ja. Ja. Hey, buis. Nou, en onze snurkert is inmiddels ook wakker. Ik heb geschrokken. Ga je schrokken? Nee. Oh. Nou, dit is onze mooie... Ballonnen. Ballonnen, mooie huis. Oh ja. Die kan Minnie vast hebben, hè? Hoi, Kiko. Zo, is hij mooi, Kiki Mia, geworden? Maar hij moet nog Minnie. Oh ja. Maar ben je wel blij met het huis? Ja. Oh, gelukkig. Oh. Ook met mijn telefoon. Oh ja, je hebt een foto gemaakt, hè, met de telefoon. Lekker ding. Dan niet dat gras. Oh, de tijger. Maar deze tekening heeft geen tijger. Wie gaat er in? Lieve heersbeestje. Hij moet uit. Is hij klaar? Ja. Okay. Goed zo. Oh, oh, oh. Rustig. Wauw. Voor wie is die dan, Kiki Mia? Voor opa Rit. Oh, dat is lief van jou. En ondertussen dat we in de bus zitten, ik zal een lampje aan doen. Sneeuwt het behoorlijk buiten. Dus ik ben benieuwd wat morgen van over is. Ze hadden het erover over 10 centimeter sneeuw of zo, maar ik ben benieuwd. Dus ik ga gewoon naar huis en dan zien we jullie daar weer. Want het is al laat. Want het is inmiddels al 9 uur. En de auto is wit. Dus ik ben blij dat ik thuis ben. Ik ga even lekker naar binnen. Ga ik Rens eventjes gedag zeggen. Ik ben benieuwd of Rens nog wat heeft meegemaakt vandaag. En nu kom ik thuis. Postbezorger 2.0. Postbezorger 2.0. Er is weer een pakketje binnengekomen. Waar je al heel lang op zat te wachten. Nou, valt op zich mee. Ik was het eigenlijk al eerlijk vergeten. Och, ja. Dus ik zal even mijn mesje erbij pakken om de doos te openen. Rens is even voor mij een lekker soepje aan het warm maken. Die we gisteren ook hebben gehad. Heerlijk kippensoepje. Want ik zie dat de lens best vies is. Dus welkom in het leven van vloggen, alles met één hand. Ze hebben in ieder geval wel goed dichtgemaakt. Gaat zo bijna aan de tafel. Hebben ze hem ook nog dichtgelijnd. Het is ook best een kunst, hè? Om met één hand zo'n doos te openen. Moet
je even helpen? Ja, dat is best een kunst eigenlijk. Gewoon met één hand een doos openen. Kom maar, schat. Nou, met twee handen is het niet leuk. Ik had Nike's helemaal gecustomized. Dus ik ben best benieuwd hoe ze eruit zien. Op de foto leek het best wel leuk hoe ik ze had gemaakt. Maar dan is het nu in het echt. Zo blijft het vasthangen. Oké, okay, jongens, dit is geen gooien en boxing. Dat kan gewoon niet verder. Dat kan ook gewoon, hè? Nou, zo raar. Rappapapa. Ik doe even een lampje aan, want ik kan het maar niet goed zien. Oh ja, ook nog. Kijk, je kunt dus de Nike's kun je helemaal maken hoe ze jezelf wil. Dus ik heb de Nike logo goud gedaan. En de binnenkant heb ik rood gedaan. Wat is het van kleur? Ik weet het niet eens meer. En, maar, is best wel leuk, want op de lip kun je dus een naam laten zetten. Eigenlijk had ik dit in het wit moeten doen, omdat je het nu niet heel goed ziet. Ja, ik vind het wel leuk dat je het eigenlijk niet zo goed ziet. Maar hier staat Renske. En als het goed is, ja, hier staat dus Kiki Mia. Dus als ik ze een trap moet geven, moet ik met links moet ik Renske een trap geven en met rechts Kiki Mia. Dus best leuk. Niet op tafel zetten. Oh ja, sorry man. Het is wel mooi dat het leren vetertjes zijn. Leren vetertjes? Mm-hmm. Ja. Nou, zal ik je maar eens even eentje passen dan? Dan is altijd de vraag pasjes zijn. Je hebt er wel 44 besteld, hè? Ja. Ja. Is perfect. Ja? Wat zei je? Ja, ik vind ze goed gekeurd. Andere? Ja, die zal ook wel passen. Heb je die twee verschillende voeten? Nee. Oh, nee. Hou op hoor. Eigenlijk vind ik Nike Air Max helemaal niet zo mooi. Zijn eigenlijk. Maar daarom doe ik ze eigenlijk altijd helemaal zwart. Maar ik dacht, doe nu eens een keer wat geks. Ik doe ze altijd zwart omdat je dan niet helemaal ziet dat het Nike Air Max zijn. Maar met mijn rug is dat heel goed. Elke fysio, en als jouw fysio dat niet zegt, zegt... Dan heeft die fysio gewoon een ander idee. Moet niet meteen iedereen zijn fysio beginnen af te krijgen. Maar elke fysio die zegt, last van de rug, koop Nike Air Max. Last van de knieën, koop Nike Air Max. Misschien ben ik Nike Air Max nu wel aan het promoten eigenlijk ervoor. Ja, je hebt geen korting gekregen, dus dat moet je maar niet doen. Was wel een korting. Koop Nike Air Max als je last van de rug hebt of knieën. Want dat is, ik merk het zelf ook. Ik werk eigenlijk op Nike Air Max, ja, laatst zijn de bouwlazen, maar omdat het dat wat warmer is. Maar ik werk op Nike Air Max en ik heb privé Nike Air Max en... Dat klopt niet wat je zegt. Wat? Je zegt omdat het wat warmer is, omdat het koud is, werk je met die lazen. Nee, omdat de lazen warmer is. Oh zo, ja, nou de zin klopt niet meer. Oké. Dus eigenlijk doe ik alles met de Nike Air Max en mijn andere nette schoenen die... Ik zijn eigenlijk niet Nike Air Max, maar die gebruik ik alleen voor netjes. Dus dat in ieder geval op mijn schoenen. En hier heb ik een lekker bakje soep. Heerlijk. En die ga ik nu even lekker naar binnen wikkelen, want ik heb vanmiddag, zoals jullie hebben gezien, weer lekker gezond gegeten. Tot zo. En dan kom je thuis. Ben al een tijdje thuis, maar toen liet Rens dit zien. Dit heeft mijn schoonmoeder gemaakt. Een boek met allemaal foto's van Kiki Mia van januari 2020 tot september 2023. Dus dat is 3 jaar aan foto's. Nou, en dan kan je vertellen. Dat zijn er veel. En het volgende boek is al, dat doet ze al per jaar. Oké. Okay. Ze heeft het een beetje op laten lopen, was ook de bedoeling. Dus volgende boek wordt per jaar en ik ben benieuwd. Ik vind het op zich wel leuk. Ja, dat is echt leuk. Moeder kan dat ook wel goed. Ja, die zoekt dat altijd goed uit. En die neemt de tijd ervoor. Ja, en die zegt dan ook weer van, kan je dit soort foto's even naar me sturen? Welke jij dan leuk vindt? En dan stuur ik altijd weer een paar foto's en dan vind je die weer terug.
Gaat goed, Deumert? Je verslikt hier bijna, hè? Nee, Mattie. Tja, ik heb de pees inmiddels aanstaan. De jongens zijn nog even bezig. Het is wel donker. Is hij sowieso donker of niet? Oh, komt ook licht. Dus ik ga even lekker een potje gamen. En ondertussen dat ik even lekker heb gegamed met vrienden, ging niet heel goed vandaag. Bakt er allemaal land. Hm? Zijn er 10. En Rens heeft dus ook nog gevlogd, dus dat gaan we. Heb ik dus inmiddels ondertussen ergens dus niet gedrukt. Ik ga ondertussen even de vlog editen. En ondertussen dat ik nog aan het editen ben, in één keer het weer, let op, knetterhard. Nog geen 5 minuten geleden van het buiten, het mag niks. Niet normaal. Dus ik ga verder editen. Oh, en het lampje buiten. Zien we jullie zo. Althans, ik ga editen en dan ga ik naar bed. Dus hierbij sluit ik hem af. Like en abonneer. Tot de volgende keer. Later.